welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Vandaag gaat er geen vlog zijn, uitzonderlijk omdat het niet zo goed gaat eigenlijk met mij. Het gaat eigenlijk al dagen, weken niet zo goed met mij. Ja, het is altijd heel moeilijk om dat te vertellen. Maar het gaat dus totaal niet 100% eigenlijk. Hoe doe je daarmee? Het is heel moeilijk. Ook al is het een nieuw jaar, toch, je blijft altijd met dezelfde problemen zitten. Het is niet omdat je nu met het nieuwe jaar zit, dat je zoiets hebt van, oké, we nemen een nieuwe start, we gaan alles vergeten en we beginnen opnieuw. Zo zit het niet in elkaar natuurlijk. Zo verdenken veel mensen dat. Je kunt die problemen ook niet weggooien. Het is niet dat je op 2020 zit, alle problemen zijn weg. Maar het gaat totaal eigenlijk niet zo goed met mij, met taal, bedoel ik dat wel verstaan, hier. Ik heb er eigenlijk nooit echt duidelijk over geweest, tegen jullie ook niet, tegen andere mensen ook niet. Ik lachte altijd, ik maakte altijd grapjes die zot eigenlijk ook in de video's. Het feit waarom ik mama ook vaak nadeed was, ook omdat ik haar nog vaak mist, nog steeds mis. Ook in deze tijd is dat heel moeilijk. Ik mis ook Miranda. Ik mis eigenlijk gewoonweg zowat meer mensen bijeen eigenlijk. Het is niet zo heel gemakkelijk. Ook niet nu in die coronatijd, omdat je er ook niet heel veel mensen mee kunt afspreken. Maar ik heb het daar heel moeilijk mee. En ik doe mijn best eigenlijk om iedere dag een vlog te maken voor jullie. Probeer ook er plezier in te steken. Probeer voor jullie ook er alles in te doen, zodat jullie ook zoiets hebben van, wauw, een leuke vlog. Ik ga ook elke dag live op TikTok. Dat doe ik nog steeds. Maar het gaat gewoon metaal niet zo goed met mij. Het is gewoon... ja, het alleen zijn zal ook eigenlijk nog een stukje tijdje niet veranderen. Tenzij dat ik tegen dat ik lief ga ontmoeten, maar ik vrees ervoor. Het is natuurlijk niet zo heel gemakkelijk. Maar kijk, we zitten nu hier in deze periode. Het is ook allemaal nog niet zo heel lang geleden. Ik kan nog niet zeggen, een jaar geleden is zelfs. Dus het is helemaal niet zo heel gemakkelijk. Dat soms heel moeilijk gaat. Ik ben eigenlijk soms ook overtuigd om dingen te gaan doen om buiten te komen, om voor de mensen te komen. Soms ga ik gewoon naar het kerkhof, maar soms ga ik ook gewoon niks doen. En dat is natuurlijk ook niet gemakkelijk. Ik probeer de lach erin te houden. Maar het gaat gewoon in feite niet zo goed met mij. Waarom neem ik deze video op? Om te laten zien dat er waarschijnlijk nog mensen zijn die zich niet zo goed voelen, zich een beetje eenzaam voelen en wat dan ook. Het is allemaal niet zo... roze geur en maneschijn, dat ze al zeggen. Plus komt er nog eens bij dat je, zeker in de vakantie, ben je vaak ook alleen, omdat er ook niets te doen valt. Dus de druk ligt ook al hoog voor de vlogs te maken. Dat ga ik zeker ook doen, morgen ook, overmorgen ook. Maar het is gewoon niet zo heel gemakkelijk en de druk ligt echt wel heel hoog voor mezelf. Ik ga ook proberen om er het beste van te maken, ook dit jaar. Best wel te maken, maar ik voel me totaal niet lekker. Wat bedoel ik met niet lekker voelen? Dat ik me eigenlijk totaal mezelf eigenlijk nog aan het zoeken ben. Wie ben ik? Ik weet dat ik een jongen ben. Daar ben ik heel overtuigd om, ook 100%. Maar het gaat eigenlijk over de rest, wat eigenlijk een beetje moeilijk gaat. Moet ook rekenen, mijn mama die deed eigenlijk heel veel voor mij. Mijn mama ging mee naar de winkel. Als mijn mama niet mee kon, ging Miranda mee via webcam. Het zijn allemaal dingen die je nu alleen doet. Kuis doe je ook helemaal alleen. Het huishouden, het eten maken. Eigenlijk alles. Alles doe je alleen. En het is soms een beetje heel moeilijk om dit allemaal een beetje te doen eigenlijk. Je kunt ook wel rekenen op de buren, maar je wilt ook niet altijd lastig vallen. Want ja, ze hebben ook een leven. Ook mijn broer heeft een leven. Andere mensen hebben een leven. Dus ja, het is niet heel gemakkelijk eigenlijk. En om dat jullie voor te leggen is ook niet heel gemakkelijk. Dus het gaat gewoon eigenlijk totaal niet goed. Het gaat zelfs niet zo goed. Slapen gaat ook niet zo goed de laatste tijd. Dat gaat wel een beetje verbeteren, denk ik ook wel. Als we een meer plan hebben, een planning. Ik ga ook wel vanavond proberen live te gaan. Waarschijnlijk. Maar het gaat gewoon totaal de verkeerde kant uit, zullen we maar zeggen. En ik had gedacht van ja, nieuwjaar, iedereen. Oh, ik was echt blij. Ik heb echt gevierd, ik heb dat ook gezien. Ik heb ook verrassingen gedaan voor mijn buurvrouw. Dat heb ik ook gedaan, maar de rest is eigenlijk allemaal aan mij een beetje aan het gaan. Maar nu was ik hier ook helemaal in, dat kon je zien in de vorige vlogs.
Ik heb er uitzonderlijk 2 vlogs van gemaakt, omdat ik anders gisteren ook nog van alles moest gaan vloggen. En ik had ook het al niet echt de moed om te vloggen. Dus heb ik er gewoon 2 vlogs van gemaakt, van de verrassing van de buren en apart. Maar ja, waar ik ook heel voorzichtig word, is dat ik mijn mensen vieren. Ik ben wel blij voor die mensen, nee, maar dat maakt me zo wel frustrerend soms. Zelf als ik naar vlogs kijk van andere mensen, ben ik ook stiekem jaloers eigenlijk. Ook wel een beetje verdrietig. Ik kan wel elke dag huilen, maar dat doe ik ook natuurlijk niet. Dus het gaat eigenlijk totaal niet zo 100%. Wil dat zeggen dat ik me helemaal laat gaan. Soms wel, soms niet. Dan hangt van dag tot dag aan. Nu zijn er weer van die stoute beestjes binnen in de hoofd. Morgen kan dat weer helemaal anders zijn. Kan ik misschien zo even zeggen, want hij heeft toch gezegd van, hey, misschien komt er morgen dit of dat. Dat kan helemaal anders zijn, maar ja, elke stap is een stap naar voren. Dus ja, maar ik kan je even zeggen, ik zie jullie allemaal heel graag. Ik ben ook blij dat jullie allemaal de vlogs of de TikTok of Instagram volgt. Dus ik ben echt wel gelukkig met jullie. En trots dat ik jullie heb eigenlijk. Dikke kus.